Goeiedag, ik ben Jeffrey Wax, Technical Manager bij IMI Hydronic Engineering Belux. En ik toon jullie vandaag tijdens deze instructievideo hoe je de instellingen aan de TIA slidermotoren kunt wijzigen. Hierbij een overzicht van de meest courante slidermotoren. Slider 160, 500 en 750 heb ik hier als voorbeeld opgenomen. De 1250 en de Baknet Modbus en KNX motoren zijn niet in dit overzicht opgenomen, omdat ze in deze video niet aan bod komen. De sliderreeks garandeert u een hoge graad van regelnauwkeurigheid en een oneindig aantal instaalmogelijkheden. De verbinding met de slidermotoren zal altijd gebeuren via een dongle. Een dongle vormt de brug tussen de motor en de smartphone, of liever tussen de HiTune-app en de motor. De HiTune-app die is gratis te downloaden op de App Store of in de Google Play Store. De dongle die heeft een eigen geheugen en een eigen batterij. Het geheugen zorgt ervoor dat u een herhaalde configuratie kan uitvoeren van identieke motoren. En de batterij zorgt ervoor dat u motoren kunt laten kalibreren en open- en dichtsturen, dit in het geval van de kleine motoren. Sluit zoveel mogelijk apps die op de achtergrond van uw smartphone draaien. Dit kan het werkgeheugen belasten of start uw smartphone volledig op voor u de instellingen van de motoren wenst te veranderen. Hierbij een overzicht van alle instaalmogelijkheden. Belangrijke opmerking, niet alle instaalmogelijkheden zijn bij alle motoren beschikbaar. Als voorbeeld, het uitgangssignaal is niet beschikbaar op een gewone slider 160 of slider 500 motor. Bij een slider 160 plus of 500 plus is dit wel mogelijk. Instellingen zullen niet kunnen gewijzigd worden in de app als de juiste motor niet verbonden is. Alles samen zijn er meer dan 200 instellingen mogelijk en er is een mogelijkheid om de statistieken van de motor bij te houden en een foutenlijst. Open de HiTune app. Druk op Bluetooth, tik om te verbinden. Nu zoekt de app de aanwezige dongles. Door te klikken op de juiste dongle, krijgt u het eerste basisscherm met een beetje informatie over het batterijniveau van de dongle, over welke motor dat er juist verbonden is. En door te klikken op het icoon van de motor en de dongle, kom ik in het basisscherm, in het basisconfiguratiescherm van de motor. De motor is momenteel gestopt door een binaire input, staat in positie 0 en heeft 0 volt ingangssignaal. Let er even op ingangssignaal weergave. Hier ziet u de weergave van het juiste of van het signaal. Dit kan handig zijn als er eventuele fluctuaties zijn op het ingangssignaal door een lange bekabeling of door interferenties van hoogfrequente signalen. Dit kan u een idee geven van die schommelingen. Ook op het moment dat er een filtering gebeurt door de motor zelf, dan zal er hier een gefilterd signaal aangegeven worden. Inputsignaal kan gewijzigd worden direct naar omgekeerd, dus een omgekeerde sturing. En ik kan eventueel ook mijn signaalrange aanpassen naar 2 tot 10 volt om daar een kabelbreukdetectie in te bouwen. Soortregeling is hier proportioneel, die kan ook proportioneel split range of dual range en hier komen we nog op terug tijdens de instructievideo voor changeover systemen. Opslaan, ik keer met de pijltjes terug en dan kan ik het output signaal aanpassen. Momenteel staat die gelijk aan het input signaal. Dit kan enkel bij de plus versie van de motoren, dus de instelling zal ook niet zichtbaar zijn op het moment dat er geen juiste motor verbonden is. Momenteel gelijk aan het inputsignaal kunnen we even gaan kijken wat we kunnen doen. Dus ook daar kunnen we de split range of de dual range gaan inbouwen. Dan ook daar kunnen we een omgekeerde sturing gaan doen. Of kunnen we het signaalrange van 0 tot 10 volt naar 2 tot 10 volt aanpassen. Ik kan de slag gaan begrenzen op het aantal millimeter. Maar ik kan ook, aangezien dat de motor de kraan kent, of dat het een IMI-kraan is, in dit geval een modulator 50, kan ik ook op debiet gaan begrenzen. De kraan kent de slaglengte, of liever de motor kent de slaglengte die nodig is om een bepaald debiet te gaan doorsturen. En met druk gecompenseerd kraanwerk weten we dat er nooit meer dan dat debiet zal doorgaan.
Dus hier bijvoorbeeld kan ik wijzigen van 11.200 liter als ik die bit verander naar bijvoorbeeld 8.000 liter. En u ziet dat de minimum en de maximum waarden aangegeven worden. Aanhouden wijzigingen telkens bevestigen door op de knop te drukken. En dan krijgt u een melding dat de veranderingen succesvol zijn doorgevoerd. Snelheid kan aangepast worden. Dit zal ook in functie zijn van welk type motor er op dat moment verbonden is. Hier bij de 500 is het enkel mogelijk voor 4 seconden per millimeter of 6. Bij een 750 heeft u meer mogelijkheden. Afsluiter, zoals ik al zei, die is natuurlijk van IMI Hydronic, maar die kan aangepast worden naar de juiste. En dan ziet u alle compatibele kranen terugkeren. Bij algemeen zijn er een aantal interessante functies, zoals een kalibratie die opnieuw kan gedaan worden. Daar ziet u de gedetecteerde slag, die 15,3 mm is. Daar kunt u eventueel kalibratie vernieuwen. De karakteristiek kan ik hier aanpassen van lineair naar equiprocentueel of omgekeerd equiprocentueel. Bij een modulator is dat niet nodig. De binaire input kan hier aangepast worden, kunnen we zeggen aan- of uitschakelen. We kunnen de trigger gaan instellen van een open of gesloten inputlijn. En dan de actie. Wat moet er gebeuren? Moet er naar een andere positie gegaan worden of moeten we de slaglengte gaan begrenzen of veranderen? En dan de positie kan ook daarin gesteld worden. De relay. Wat moet de trigger zijn voor de relay te gaan schakelen of niet? Dat zijn mogelijkheden die we ook kunnen aanpassen. Hier ziet u de error-instellingen. Dus de vraag, wat moet er gebeuren op het moment bijvoorbeeld dat er een verstopping in de afsluiter gebeurt? En dan kunt u de kraan, of liever de motor, een ontstoppingspoging laten uitvoeren. Bij andere settings zijn een aantal zeer interessante instellingen. Hier ziet u de hysteresis of VDC-inputsignaal. Door dit op te klikken ziet u de standaardinstelling van 0,2 volt. Dus met andere woorden, het ingangssignaal moet met 0,2 volt wijzigen eer dat de motor een andere positie zal innemen. Als er fluctuaties zijn op het ingangssignaal, dan kan dit aangepast worden naar een maximale waarde van 0,5 volt. Dus merkt u bij de ingangssignaal weerhaven dat er een fluctuatie van 0,4 volt op het inputsignaal zit, dan kunt u veranderen naar 0,5. En nu zal de kraan pas zijn stand wijzigen bij een 0,5 volt spanningsverandering. Oké, altijd bevestigen door oké en aanhouden van wijzigingen in de motor. De status van de LED kan aangepast worden en de 0,33 Hz filtering, de analoge filtering, kan ook eventueel uitgezet worden, wat dat we eigenlijk afraden. Andere settings hebben we net gehad. Even terugkeren en dan zien we onderaan bij laatste errors een overzicht van alle fouten die de motor gekend heeft. Die kunnen eenvoudig gewist worden door op de prullenbakje te drukken rechtsbovenaan. Dit is een overzicht van een aantal standaard instellingen en telkens bovenaan ziet u de huidige status. Belangrijk om weten, als ik rechtsonder op PDF druk, dan kan ik een PDF maken en dan ga ik die even nu test noemen. Ik kan een PDF genereren van de huidige instellingen en wat interessant is, is dat ook daar de errorlijst terugkomt en de info over het motorgebruik, alle instellingen komen daarin terug. Rechtsbovenaan dan ziet u de diskette. Met de diskette kunt u de instellingen, en nu ga ik die even ook test heten, kunt u de instellingen opslaan en dan krijg ik in mijn configuratielijst hier die drie, en nu heb ik er drie in mijn app zitten, drie install opsommingen, die kunnen ofwel via het oranje icoontje in de motor onmiddellijk gestuurd worden, of het grijze symbooltje zal de instelling in de dongle gaan plaatsen, waarmee je dan de dongle standalone kan gebruiken om dezelfde instelling in verschillende motoren te gaan steken. Rechts onderaan zie ik hier afstandsbediening.
afstandsbediening komt overeen met hetgeen u op de dongel zelf ook ziet. Momenteel, omdat het groene lampje aan het flikkeren is van auto, staat de motor in autofunctie. Die kan ik gaan uitschakelen en dan krijg ik een rood signaal of een rood lampje. En nu kan ik, door op de knoppen te drukken, kan ik de motor open of dicht sturen. Zonder dat ik met het inhangsignaal werk. Nooit de app laten in die autofunctie staan, of in die handbediende functie staan liever. Altijd nadien weer even op auto klikken, dan komt hij weer in de automatische modus. En dan zal de app, zal de motor zijn werk weer correct gaan uitvoeren. Om af te ronden nog een drietal belangrijke tips. 1. Gebruik de inhangsignaalweergavefunctie van uw HiTune-app om te zien of er eventueel fluctuaties zijn op het inhangsignaal. Pas de hysteresis aan van 0,2 volt DC naar een maximale waarde van 0,5 volt DC om eventueel die fluctuaties te gaan wegfilteren. 2. Zorg ervoor dat de batterijcapaciteit van uw dongel sterk genoeg is, dus laat de dongel tijdig op. Dit kan ook problemen in communicatie gaan verhelpen. En 3. Alle programma's die op de achtergrond van uw smartphone draaien, sluit die af en start de smartphone eventueel opnieuw op om de communicatie tussen smartphone en dongle zo goed mogelijk te krijgen. Heel veel plezier met ons product. Mochten er verdere vragen zijn, aarzel niet om ons te contacteren. info.be@imihydronic.com of jeffrey.werks@imihydronic.com. Dankjewel. En tot binnenkort.